Oké, dames en heren, hier het staartje van het verhaal van Herodotus. Nou, verhaal, de beschrijving van Herodotus over die gekke Babylonische huwelijksmarkt. Eindigt met de volgende opmerkingen. Ex ende kai ex alles elfonta comes ton bulomenon oneestai. Het was toegestaan dat ook een bulomenon oneestai, degene die wilde kopen, hè, dus dit is de willende kopen, degene die wilde kopen. Dat die dat die kwam, Elfonta gekomen zijnde, ook uit een ander dorp. Ik kan het eigenlijk beter anders zeggen. Het was ook toegestaan, gekomen zijnde uit een ander dorp, de geïnteresseerde, dat die dan kocht. Ex en oneestai, dat hij zo'n vrouw kocht. Even kijken. Nou, hij zegt daarover: Homen nun callistos nomos houtos svi en. Eigenlijk, houtos, nomos, die gewoonte, die was voor hun Callistos, was voor hun de mooiste eigenlijk, het mooiste. Of die zeer mooie gewoonte hadden zij, kan je ook zeggen. Dat is een soort dativus passivus. Svi is autois in het Ionisch. Dit is echt bijna een herhaling, letterlijke herhaling, van helemaal het begin van dit gedeelte. Dat was helemaal het begin van paragraaf 196. Daar zegt hij de sophotatos gewoonte. Dat het de meest wijze gewoonte is. Nou, en dat kan je zien als een soort synoniem eigenlijk. En daarmee maakt het een soort van ringcompositie. Hij opent en sluit deze beschrijving met de opmerking dat hij dat een heel goed of mooi of wijs idee vindt. Of wijze gewoonte. Waarom? Waarschijnlijk is het zo dat hij zegt dat hij dit mooi noemt. Dat zegt niet heel letterlijk namelijk. Maar waarschijnlijk vindt hij dat omdat het natuurlijk een soort sociaal systeem is. Het helpt de armen. En die krijgen geld toe bij een bruid. Die hoeft niet een bruidsschat te betalen. Terwijl het voor arme mensen soms heel lastig is om hun dochter kwijt te raken als bruid. Omdat ze dan die bruidsschat niet kunnen betalen. En omdat dus daardoor ook alle vrouwen, zelfs degene die minder in trek zouden zijn op de huwelijksmarkt, toch een partner kunnen vinden. Omdat dat dan gewoon veel geld oplevert om met niet zo'n hele knappe vrouw te trouwen. Nou, in die zin is het goed voor de gemeenschap om dat zo te doen volgens Herodotus. Interessant om erover na te denken wat we daar zelf van vinden. Ik denk dat ik enerzijds totaal niet past bij de huidige tijd, zou kunnen zeggen, maar je snapt misschien uit hun oogpunt dat als je in hun wereld zou leven, dat het misschien wel ergens op slaat. Maar dat is iets ter discussie onder elkaar of in de klas, zou ik zeggen. Goed, umen toi nunge deiteleje eon, allo de ti ex heurekasi neostigenestai. Maar niet nu, althans, nu dan, precies, versterkte boel, deiteleje, diatelo is eigenlijk zoiets als doorgaan, voor een doorgaan zijnde, eon is een participium van eimi, in het Attisch is dat on, kan je zoiets als doorgaan te zijn of zo. Beter gezegd, samen te vertalen als voortduren. Maar dan in het imperfectum eigenlijk. Dus duurde het niet voort tot nu, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, maar niet duurde het voort tot nu, maar niet bestaat het nu nog steeds, bedoelt hij eigenlijk. En, of maar, allotti betekent iets anders. Ex heurekasi, dat is een perfectum. Denk zie je aan die kappa van het werkwoord ex heurisko. Het heeft geen replicatie, maar dat komt omdat eigenlijk het werkwoord met een epsilon begint. Dus dat is dan weer geen replicatie. Dus, en de asi is derde persoon meervoud. Dus gewoon, ze hebben iets uitgevonden. Iets anders. Onlangs. Neost is dat, kort geleden. En dan genestai, letterlijk zie je dat om te worden. Het is gewoon een losse infinitief achteraan geplakt van de aoristes. Om te zijn, om van kracht te zijn. Dus, maar ze hebben iets anders uitgevonden, kort geleden, om van kracht te zijn. De perfecte maakt dat echt een soort van toestand nu. Ze hebben het uitgevonden en dus hebben ze het nu. En dan komt er een beetje iets geks aan tussen vierkante haken. Een opmerking, dat is waarschijnlijk een opmerking die niet in de tekst thuis hoort, omdat die inhoudelijk een beetje vreemd is en ook
taaltechnisch gezien niet helemaal in het Ionische taaleigen past. Maar ik lees hem toch even voor. Hina me adikoyen autas me de eis heteran polin agontai. Hina, eigenlijk met een combinatie met me, hina, me, betekent om te voorkomen dat, met een optativus hier zou waarschijnlijk vanwege een vervangende optativus, of een potentialis eigenlijk, zoiets als een potentieel gevolg van iets. Dus om te voorkomen dat ze onrecht delen tegen hen, adikeo betekent onrecht doen tegen iemand, hier met autas, dus onrechtvaardig behandelen of zoiets dergelijks. Dus om te voorkomen dat ze hen onrechtvaardig behandelen, hen wil zeggen van die meisjes, mede en niet agontai, hier een cognitivus nadat hine, om te voorkomen dat ze hen agontai, hen wegbrachten, agont hebben hen leiden, hier medium, zou ik denken hoor, het zou ook passief zijn, hè, dat ze weggebracht werden naar een andere stad. Maar ik kan zeggen dat ze hen voor zichzelf wegbrachten naar een andere stad. Omdat autas hier ook leidend voorwerp is, lijkt me dat iets logischer. Dat dit medium is en dat autas als leidend voorwerp erbij hoort. Hij eist het dan poli naar een andere stad. Dat zou dus, als het al een beetje ergens op slaat, als het al hier thuis hoort, dan betekent het waarschijnlijk zo dat ze dus wilden voorkomen dat ze hen die kochten en wegkochten naar een andere stad en dat ze hen daar onrechtvaardig zouden behandelen, namelijk echt als slaven zouden gebruiken, in tegenstelling tot wat voor bedoeld was, namelijk een huwelijksmarkt. Niet heel logisch, want het heeft net hiervoor al gezegd dat het toegestaan was, hè, als iemand uit een andere stad kwam, of andere dorp eigenlijk, beter gezegd, om er dan mee te nemen. Dus dat is niet een heel erg logische combinatie. En het gaat ook verder helemaal nergens over ontvoering of iets dergelijks. Dus het is niet heel logisch misschien. Bovendien zien we dus elders heeft hij het de hele tijd over komes, komai, dorpen of iets dergelijks. En niet over steden. En bovendien is ijs natuurlijk absoluut niet ionisch. Dat zou S zijn, hè, naar. En heteran, die alfa, dat is de rijregel, dat is echt attisch. En ionisch is gewoon heteren. Dus ook niet. Dus waarschijnlijk is dit niet iets wat Herodotus zelf heeft geschreven, dus waarschijnlijk hoort het er niet in thuis. Is het waarschijnlijk een latere toevoeging door een of andere kopiist of zo, die toevallig Attis schreef, die ernaast heeft geschreven, dat heeft iemand anders het gekopieerd en dacht, oh, dat hoort er blijkbaar tussen. Dus dan schreef hij dat er weer in de tekst. Zo gaan dat soort dingen vaak in de middeleeuwen bij overschrijven van manuscripten, voordat de boekdrukkunst was uitgevonden. En dan, bovendien gaat hij door eigenlijk met uitleggen wat hij hiermee bedoelde. Ze hebben iets anders uitgevonden. Wat dan nou? Want epij te halen des ekakothesan, kai oikophthoresesan, pastis tu demu bius panizon katoporneuai tathelia tekna. Want epij te wanneer of toen of nadat, zoiets dergelijks, zij, san, hè? Zij. En dan eerst nog even halontes, dat is een participum auristus, in de handen van de vijand gevallen zijnde, even heel letterlijk, nadat ze in de handen van de vijand gevallen waren, toen ze dan dus ekakothesan, zich in een benarde situatie gingen bevinden, kakoomai is zich in een benarde situatie bevinden, ekakothesan is een auristus passief, eigenlijk, het is al passief, dus gewoon een aoristus daarvan. Dus je kunt zeggen, je zou kunnen zeggen, zich in de benarde situatie gingen bevinden, een soort aoristus ingressivus, in begin aanduidt, of in een benarde situatie terechtkwamen, nog mooier. Kai oikophthoresan, oikophthoreo is eigenlijk zijn van bezittingen beroven, dus hier van hun bezittingen beroofd werden, oftewel zijn hun vermogen verloren, een beetje vrijer vertaald. We hebben het hier over welke gebeurtenis. Nou, in het jaar 539 werd Babylonië, zoals we al eerder helemaal aan het begin van deze serie zeiden, ingenomen door Cyrus, de Persische koning, die ook Croesus in Lydië en daarvoor ook al de Meden had verslagen. Dus toen werd Babylonië ingenomen en het hele land werd ingenomen. En toen, ja, daar worden ze onder druk natuurlijk. Hè. Dus dan komen ze in een slechte situatie en verliezen ze hun vermogen. 539 voor Christus dus. Nou, nadat dus allemaal gebeurd was, pastis tu demu,
Biuspanizen, katapor nauheid ateria. Iemand, elk, wij zouden zeggen een ieder, iedereen van het volk, weet je nog, het gewone volk, wat we eerder al zagen, dus de eudaimones en het demos, de gelukkigen, dus de edelen, de rijkeren, en daartegenover het gewone volk, het armere volk. Dus een ieder of iedereen van het gewone volk. Biuspanizon, spanizo betekent gebrek hebben aan, hier in participium, participium presens, gewoon actief. Gebrek hebbend aan bios, dat zou je zeggen het leven, maar er wordt mij bedoeld levensonderhoud. Gebrek hebbend aan levensonderhoud. Wat doet iedereen dan? Die prostitueert de vrouwelijke kinderen. Oftewel, laat zijn vrouwelijke kinderen, oftewel zijn dochters, werken als prostituee. Ja, wat kunnen we daar nou eens over zeggen? Het is niet fijn, absoluut niet, maar je moet wat natuurlijk. Waarom doen die vaders dat? Hun dochters prostitueren. In feite komt het erop neer dat het gunstiger is voor de vaders dan die huwelijksmarkt. Want bij die huwelijksmarkt ging er dus geld van de rijkere bruidegommen, zullen we maar zeggen, naar de armere bruidegommen. Maar die vaders, de gezinnen van waar de meisjes uitkwamen, die kregen niks. Ja, ze verdienen er enigszins iets mee, omdat ze nu geen eten meer hoefden te betalen voor hun dochter, want die ging in een ander huis wonen. Maar ze waren in zo'n deep shit, zullen we zeggen, dat ze echt al het geld konden gebruiken wat ze maar wilden. En dus gingen ze dus dit doen. Ja, het is vreselijk, maar dat soort dingen gebeuren dan natuurlijk als je in de problemen zat vroeger. Goed, hiermee eindigt eigenlijk het verhaal van Herodotus over dat die huwelijksmarkt. En dan gaat hij hierna over naar andere gewoonten in Babylonië over ziekenzorg en over nog veel meer. Maar daarover zou ik zeggen, ik zie je later.